Dit kabinet Rutte, het blijft toch elke week weer genieten. Elke week zit ik er klaar voor. Hoe gaan ze de bevolking nu weer tegen de haren instrijken? Met deze week de categorie welke belofte wordt er nu weer verbroken? Nou Thijsie, wat was het deze week? Geen BTW meer op groente en fruit om mensen gezonder te laten leven. Dat voornemen noteerde het kabinet in het coalitieakkoord. Ja, 9% BTW op de eerste levensbehoefte groente en fruit zou worden afgeschaft. Dat was de belofte. Groente en fruit, waarvan we willen dat er meer gegeten wordt in deze tijd van kipnugget kits en fastfood dikkertjes. Het kabinet Rutte heeft een beetje spijt van die belofte. Want de gezondheid van de Nederlandse burger is natuurlijk belangrijk. Tuurlijk. Maar de gezondheid van de staatskas, net even belangrijker. Het kan zomaar 1 miljard euro schelen. En dat heeft het kabinet ook wel hard nodig. Minister Kaag van Financiën is hard bezig met haar voorjaarsnota. Dus ja, leuk die gezonde vezeltjes en vitamintjes. Maar ja, 1 miljard minder in de staatskas. Hey, dan lik je je sla maar even van je Big Mac af. En ketchup is ook tomaat. Hoe kom je van een belofte af, dacht Rutte en co. Dan laat je een onderzoek doen. En dat deed het kabinet. De snoodaards, nou zeg, en raad eens wat de uitslag van het door het kabinet geïnitieerde onderzoek was. Als de BTW op groente en fruit wordt afgeschaft, heeft dat nauwelijks effect. Uit onderzoek in opdracht van het kabinet blijkt dat mensen dan niet ineens een stuk gezonder gaan leven. Nou zeg, dan kunnen we de BTW op groente en fruit gewoon handhaven. Komt dat even goed uit? Wie heeft dat onderzoek gedaan? Dat bureau dat ook de misstanden bij The Voice onderzocht? Wij van WC Eend onderzochten WC Eend. Uit het onderzoek kwam dat afschaffen van de BTW maar 4% meer groente- en fruitconsumptie zou opleveren. Nou, maar, dat is best goed, toch? Wat verwacht je dan, dat mensen ineens 17 appels, 3 meloenen, een mango, een kiwi en 8 bloemkolen naar binnen gaan harken per dag? Oh, en de belastingverlaging was ook heel lastig door te voeren. Ja, belastingverlaging, altijd moeilijk. Bovendien kleven er praktische en juridische bezwaren aan een btw-verlaging van 9-0%, zeggen de onderzoekers. Ja, ingewikkeld hoor, maar van 6-9% verhogen was simpel. Wat staan er bij de belastingen voor computers? Commodore 64's? Werk me nog met telramen? Nee, ja, juridisch ligt het ook lastig, want hou je vast, de vraag, wat is groente en fruit? Dus als er dan aardbeien in een jampotje zitten, dan moet je die op dezelfde manier behandelen als losse aardbeien bijvoorbeeld? Ja, bij BNR had men het er ook moeilijk mee. Wat is groente en fruit nou eigenlijk? Is dat pizza met ananas? Pizza met ananas, pizza Hawaii zou sowieso verboden moeten worden. Maar kom op, verse groente en fruit, dat is toch simpel of niet? Een tuinboon en de snijboon moet je alle twee met 9% belasten of met 0%. Maar je mag daar niet onderscheid in maken. Ja, en de tuinboon zit vrijwel altijd in een potje. Oh ja, groente in een potje, is dat ook verse groente? Hé, dat is appels met peren vergelijken, of nee? Nou, is een beetje een slecht voorbeeld. Luister, het blijft raar dat een overheid meeverdient aan enorm gestegen prijzen voor gezond eten. Denk nou aan het armere deel van je bevolking, zei deze mevrouw van de Partij voor de Dieren terecht. Ook bijvoorbeeld in wat armere wijken in Nederland, dat de hoeveelheid fastfood daar enorm toeneemt. Ja. Gezond eten is veel duurder dan ongezond eten. Dat heeft natuurlijk het meeste effect op armere mensen. En geld, denk ook eens aan de latere gevolgen voor de zorg. Het gekke is, er is geen enkel juridisch en boekhoudkundig probleem bij belastingverhogingen. Zo raar, want oh boy, deze week was er paniek bij hipster koffietentjes in de Randstad. Jongens, echt heel heftig nieuws. Een economische catastrofe binnen de ring. Het kabinet wil de belasting op frisdranken met 196% verhogen. En dat betekent dat de havermelk ook duurder gaat worden. Havermelk, de brandstof voor elke circulaire, vega-groene, hipster, cappuccino-drinker. Havermelk, het klimaatelixer, komt in het allerhoogste btw-tarief bij cola en sinaas. Dat doet pijn, hoor, bij die baardjes. Maar het is ook raar. Staatssecretaris Maarten van Ooyen was bot eerlijk. Deze verhoging heeft als primair doel meer belastinginkomsten op te halen. Aha, en zo kennen we inflatiekoning Rutte weer. Belasting omlaag, moeilijk. Belasting omhoog, makkelijk. We zitten weer met de gebakken peren, met 9% BTW. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.